De Vreemdeling, een spel van Dick Balda, regie Ad Leupel. Die reclame bedoel ik nou. Ja, oh. Dan staat er zo'n knaap in een zelfbedieningszaak en die zegt dan tegen de vrouw die langskomt met een karretje: wil u dit afwasmiddel even proberen? Ja, nou en dan gaat dat mens zomaar zonder woord te spoelen midden in die winkels dan afwassen. Oh. Niet met de borden. Oh ja. Nou, dat bedoel ik daar ook al toch niet. Nee. Nou, wil u dat doen dan? Gewoon midden in de winkel gaan staan afwassen omdat zo'n snuitertje vraagt. Nee, denk ik niet, nee. Je ziet de gekste dingen, hè, op de reclame. Ja, dat is waar. Nou, ik ben gelukkig bijna klaar. Ze willen allemaal aan je verdienen, mevrouw. Al de types die aan de deur komen, die doen met een sterretje. Ik heb nog twee man. Dit goed. Neem ik direct hierachter. Oh, bent u klaar? Dan neem ik uw machine. Nou. Of is die Turk misschien nog niet geweest? Hé, hey, hallo, hoe? Wassen. Jij klaar? Wassen in machine. Ja, ik ben klaar. Alleen opbergen. Kom, ik ga eens vouwen. Ik even helpen met laagjes. Oh nee, ik kan best alleen hoor. Nee, met twee vroeger. Oh ja, helpen. Kijk maar uit hoor. Het is een onberekenbaar volk. Eén verkeerd woord en ze steken er zo op los. Maar één rechter. Ja? Deze. Zo ja. Wil je een beetje trekken? Ja, trekken. Ja, een beetje trekken. Dan spant het mooier, hè? Ja. Zo. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, dames. Dag, dames. Dag. Nou, volgens mij is dat geen Turk. Jawel, dat donker. Bij mij in de straat waren er ook twee. Midden in de zomer heeft die vrouw een lange broek aan, een slobberbroek en een hoofddoek om. De vogels vallen dood van het dak af van de hitte, maar die hoofddoek blijft op. Ze komen van het platteland meestal, hè? Ik denk dat die vrouwen zich doodongelukkig voelen hier. Het is toch lui lekker land hier voor ze? Het is toch weelde? En toch was het geen Turk. Heeft u wel eens een Turk met zulke haar gezien? Hij had, hoe zegt mijn Henk dat toch? Hij had iets schimmeligs over zich. Ik ga maar eens, hè? Nou, tot de volgende keer, hè? Ja, en denkt u nog eens aan die koffiebonnetjes, hè, dat u ze eens meeneemt? U spaart ze toch niet, voor mijn dochter eruit zetten. Ja, hoor, dat doe ik. Dag. Bent u op fiets? Oh... Nee hoor, nee, ik woon hier vlakbij. Meelopen, mag ik meelopen? Oh, ja hoor. Ja. Ik dacht, wacht op vrouw van Lagers. Turkije? Joegoslavië. Oh, zie je nou wel, dat dacht ik al. Dat vrouwtje naast me zei dat het is een Turk. Ja, oh, een messen trekken. Nou ja, zoiets. Zal ik het thuis nemen? Och, nou nee, dat hoeft niet. Nou, geef maar, thuis. Oh. Is wel makkelijk zo. Ja. En wacht, mijn tas hier. Ja. Zo, wacht even. Zo. Zo is het goed, hè. Ja. Zo. Al lang hier? 2 jaar. Nou, dan spreek je goed Nederlands. Waar geleerd? Onderweg, even praten. In de tram. Op straat overal, altijd te veel vragen. En vragen, wat is dit, wat is dat? Ik heb eerst gewerkt in Duitsland. Maar koud. Koud? Koud. Ja? Duitse steden, koud.
ik had veel. Ja, ik weet wel Duitse woord, niet Hollands. Sehnsucht. Moment, ja, ik weet het wel, maar ik weet het woord niet. Sehnsucht. Wat dan? Sehnsucht, verlangen. Heimwee naar Joegoslavië. Oh, ja, ja. Zo, ik buiten wonen. Ik werkte in Roer, kolen. Oh, oude steden, niet mooi. Mm-hmm. Duits is geen gevoel. Ja, wel gevoel, maar sentimenteel gevoel. Ik ben gegaan. Naar Nederland toe? Eerst terug naar Joegoslavië. Toen Holland, Nederland. Nu 2 jaar hier. Ja, ja. Zo, nou, ik ben er hoor. Bedankt. Ja, ja. Weet je wat? Weer een kop koffie? Ja, ik bedoel, het is niet meer gewoon te horen om vreemden mee te nemen. Begrijp je? Ja, ik begrijp goed. Lekkere koffie, prima. Goed, ja? Prima. Oh, leuk. Kom maar. Alles is daar. Bossen en bergen en stranden, zee. Ik hou veel van zee. En mensen bij ons zijn niet zo veel haast als hier bij jullie en in Duitsland. En ik hou van buiten. Platteland bedoel je? Ja, ik weet niet platteland. Maar... Nou ja, buiten. Buiten? Ja, ik bedoel... Kijk, ik heb dus een tuin, hè, aan de rand van de stad. Een tuin? Ja. Ja, hoe leg ik dat nou uit? Koffie is zo klaar, hoor. En mijn man heeft daar 20 jaar geleden op ingeschreven, hè, op die tuin. Het is nou zo mooi geworden. Klein huisje erbij. Bloemen? Ja, natuurlijk. Bloemen? Maar ik ben er al een hele tijd niet meer geweest. Ik kom uit een kleine plaatsje, vlakbij Zagreb. Later ik gewoond in Beograd. Papa had boerderij. Hoe drink jij je koffie? Zwart. En bevalt het je hier? Wat doe jij eigenlijk? Bevalt. Nou, of je het fijn vindt hier. Oh, of ik het fijn vind, ja. Nederland, prima. Prima, alleen mensen zijn als weer. Veel regenmensen praten veel over weer, koud weer, lekker weer, warm weer, altijd weer. Ja, zo. En, ja. En alle mensen hebben haast. Haast. Ja, dat is waar. Dat gaat allemaal vanzelf, hè? Ja. Nou, koffie. Zo, alsjeblieft. Ja. Dank u wel. Zo. Nou. Daar zitten we dan, hè? Ja. Zo sta je lakens te vouwen, zo zit je koffie met elkaar te drinken. Mm-hmm. Weet je dat ik zoiets nog nooit heb gedaan? Waar is mam?
mijn man is in april 3 jaar geleden overleden. Kijk, daar staat zijn foto. En kinderen? Een dochter en een zoon, die staan daar. Zie je? Getrouwd. Mijn dochter woont gelukkig hier in de stad. Mijn zoon zie ik bijna niet meer. Die woont helemaal in Maastricht. Die vergeet zijn moeder een beetje. Waar werk jij? Op kantoor. Postkamer. Oh ja? Ja, vroeger ik heb alles gedaan overal. Mm-hmm. Overal de 20 bazen gehad. Noem mooi schoonwerk. Vandaag snipperdag. Dat is een rare woord. Snipperdag. Hij zat in ondernemingsraad, mijn man. Hij was altijd druk bezig. En een goede man? Ja, heel goede, lieve man. Ja. En die tuin, hè, dat was echt een paradijs. Andere mensen gaan helemaal naar Portugal. Nou, wij zaten zomers op de tuin tussen de zonnebloemen in en onder eigen aardbeien. Sla hadden we. Alles had hij in de tuin. Ja, ik moet er nodig weer eens heen. Lekker de koffie? Ja. Sterk genoeg? Jullie drinken het sterk, hè? Ja, koffie is goed. Oh, ik vergeet helemaal de koekjes erbij te pakken. Nee, hoef ik niet. Nederlanders altijd met koekjes erbij, maar één koekje. Oh. En dan trommel weer op slot. Ja. Ja, gek eigenlijk, hè? Zo zijn we opgevoed. Trommeltjes, mensen. Ja, je krijgt die dingen bij de koffie. Je sparen altijd maar sparen. Idiote dingen allemaal. Jij bent een fijne vrouw, denk ik. Nou, zou ik me niet zo gauw zeggen, hoor. Kan best tegenvallen in de omgang. Jij werkt? Ja, gelukkig wel. Halve dagen. In het koffiehuis achter de markthallen. En mijn dochter komt een paar keer per week op bezoek. Ja, en ik ben laatst een dagje naar buiten geweest, hè? Zo'n dagje voor gepensioneerden en voor de weduwe van de mensen uit het bedrijf. Begrijp je dat? Natuurlijk, ja, ik begrijp, ik versta goed, maar je spreekt slecht Nederlands. Uitstapje gemaakt. Ja, precies, uitstapje. Nou, de bedrijfsleider wist niet eens hoe ik heette. Aan het einde van de dag kwam de directeur met zijn vrouw ook nog even binnenstappen. Hapje mee eten. Pff. Mensen begonnen te klappen toen ze binnenkwamen. Het leek wel alsof Olivier binnenstapte. Ja. En de Wanneren uitstapje? Oh, Beekse Dalen of zo. Of Bergse Dalen, ik weet het niet meer. Maar ik doe het nooit meer hoor, zoiets. Je bent de hele dag alleen. Je hoort nergens bij, dat merk je dan pas goed. Nog koffie? Altijd. Ja? Ja. Wat zit ik nou toch alsmaar te praten, hè? Ik schaam me dood. Ik begrijp niet goed. Dat ik zoveel praat tegen jou. Nee, is goed. Tenslotte, we kennen elkaar niet. Nee, is dat goed zo? Ja. Nee, ik stond op trein te wachten in Beograd. Naast mij stond vrouw en wij praten over de trein. En zij mij vertellen over leven, over mm-hmm. haar leven, alles, van familie. En zij stapte in de trein. En ik heb vrouw van station nooit meer gezien, nooit meer. Mm-hmm. Nee. Vertel eens over jullie daar. Ja, wat zal ik vertellen? Papa was helemaal alleen op boerderij. En mama was dood. Zusters wonen in Beograd. Papa had een paard. Was een oud, mager paard. Om apart te werken. Hè? Begrijpen, elkaar zonder spreken. Paard werd ouder en ziek. Een dokter, hij zei, ik geef het paard in je injectie. Oh, injectie, ja. Maar papa, hij zei, injectie, ja.
dan dokter zei part-time dood. Papa zei geen injectie. Telefoneren, zuster in Beograd. Zuster kwam omdat hij zich niet goed voelde. Ja, en toen? Zij dacht, kwam van paard. Een paard stond in stal. En papa was 14 dagen bij paard. Geslapen, gegeten, alles. Toen paard dood. Volgende dag, papa, hij was dood. Zuster belde mij. Ik kwam op dag van begrafenis. En ik nooit meer in boerderij gegaan. Nee. Dat is dan ook maar beter van niet, hè? Na een uurtje ging hij weg. En pas bij de deur dacht ik, ik weet niet eens waar hij woont, of zijn achternaam. André was zijn voornaam. Geen André, maar mijn ei. Zoals hij over zijn vader praat, papa, zegt hij, dan is het net of nog een jongen is. Heel lief praat hij erover. Dat kunnen wij niet, denk ik. En zijn ogen, oh, hij heeft van die mooie ogen. Ik ben er verdorie helemaal beverig van. Dat is me nog nooit gebeurd. Hij zegt dat hij 41 is, 8 jaar jonger dan ik. En hij vroeg, hoe zei hij het ook alweer? Of ik het goed vond als we samen eens naar de tuin gingen. Of naar de bioscoop. Het idee, in de bioscoop ben ik toch zeker in geen 10 jaar geweest. En wat zei ik nou ook weer tegen hem? Ik weet niet meer hoor. Misschien zie ik hem nooit meer. Maar natuurlijk zie ik hem nooit meer terug. Zal ik het Linda vertellen? En misschien later, voorlopig maar niet. Nee, vertel het helemaal niet. Dat moet ze wel niet denken. Hier. Ik heb het in een paar plastic tassen gestopt. Aldijvie, aardbeien, kijk eens. Mooie jongens. Dat is toch veel te veel, Frans. Daar kan wel een heel beeshuis van eten. Ja, graag of niet, hoor. Nou, fijn. Je bent een schat. Dank je wel. Weet je het nou al? Wat moet ik leren, Frans? Oh, je weet het ook, hoor. Ja, luister nou eens. Je bent een schat, eerlijk waar, hoor. Maar daar heb ik geen zin. Gewoon een stukje rijden, niet meer, niet minder, voor de gezelligheid. En dan misschien een stukje eten, een beetje praten. Hey, vrouw dan. Ach, je hebt genoeg aan de kinderen. Laten we het nou toch een beetje leuk houden, Frans. Je weet wat ik de vorige week zei, ik wil geen toestand. Heb je nou de vest in? Blijft toch een aardigheidje. Gewoon een stukje weggehouden. Ja, stukje zo, stukje zo. Ik ken dat. Jij zit er ook moederziel alleen. Oh, dat gaat wel hoor. Nou, dan niet. Volgende week? Je weet hoe het gaat. En bovendien dat achterbakse gedoe, dat is niks voor mij. Graag of niet? Al dat postelijke voedsel nou weer, dat is toch veel te veel. Wie goed doet, wie goed ontmoet. Ja, maar je begrijpt me toch wel een beetje, hè? Aius. Oh. Kwaad. Niks kwaad, hè. Dat gelijk de pest in. Nou, dacht ik het niet. Hier, drink dan nog wat. Nee, ik smeer hem. Ik moet nog lossen straks. Groet aan Linda. Ja, dat doe ik, hoor. En dan vliegen we vanuit Luxemburg meteen door. Hoef je maar 3 uur te wachten daar. Ja. Scheelt wel 200 gulden per persoon. Zalig, hè? Ja. En die stranden maar helemaal leeg. Geen mens. Oh.
Ze doen van alles om de mensen heen te krijgen. Vandaar die stuntprijzen. En voor de kinderen dus is er een apart zwembad. Oh, dat is fijn voor jullie, hè? Nou, ik heb nog gezegd, ga mee. Even lekker eruit. Nou, je gaat toch niet zitten oppotten, hè? Ach, nee, dat niet. Maar ik geloof dat het beter is als jullie eigen gangetje gaan. Mm-hmm. Derde wiel. Oh, nee, dat niet meer. Wij kregen meteen een mooie reistas. Ja, geen reclame of zo, hoor. Mooi. Donkerblauw met een rits. Mm-hmm. Erop gebruikt om voor trainen. Oh ja, Linda, ik heb nog wat groenten. Frans stopt me altijd veel te veel toe. Help me eraan denken straks, hè? Dus we zijn nou aan het aftellen. Zeg, zou jij het erg vinden als ik vrijdagavond niet kom? Ik kan een beetje moeilijk. Hoezo dan? Je weet toch dat vrijdagavond onze kaartavond is? Ja, maar ik heb wat op vrijdagavond. Vertel op. Je hebt toch geen geheimen voor me? Oh, nee, natuurlijk niet. Nou, er komt een kennis. Een kennis? Wie dan? Andrij. Die heb ik ontmoet. Op de versiertour, maar? Ach, hè. Hij is gewoon een aardig iemand. Wat doet hij? Hij studeert. Komt uit Joegoslavië. Nou ja. Studeren? Je bedoelt dat hij jonger is dan jij? Nou, nee, ik zei het fout. Hij heeft gestudeerd, vroeger. Nou, gewoon een gastarbeider dus. En wat moet die Turk van je? Ja, als je zo begint, dan kan je beter gelijk weggaan. Ma, ik weet niet of je het weet, maar ik heb een beetje ervaring. Je weet hoe het met Noortje is gegaan, hè, die Italiaan. Nou ja, bovendien, maar op jouw leeftijd. Wat moet je nou met een buitenlander over de vloer? Die Frans van de Halle, die is toch klaar voor je? Hoe lang ken je hem al? Nog meer, gewoon. Hoe vaak is hij al geweest, ma? 2 keer. En vrijdagavond. Ach, waarom vertel ik het je ook eigenlijk? Ik heb toch mijn eigen leven. Ik heb toch jou geen tekst en uitleg te geven over wat ik... Ik heb 2 jaar aan de SOS-telefoon gezeten. Ik weet wel zo'n beetje wat een hoek te koop is. Jij bent zo ontstellend naar... Ik wil er niks meer over horen, afgelopen. Oké. Prima. Dat reddingsgedrag van jou, dat heb ik niet nodig. Nee. Tuurlijk niet. Prima hoor. Gastarbeider is... Ik zeg niks meer. Ja, sorry maar dat ik zo uitval. Het is mijn leven. Oké, je hebt gelijk. Maar je bent zo naïef. Het is een heel lieve, wijze man. Weet je dat ik voor het eerst weer eens over je vader heb kunnen praten met hem? En wij dan? Met jullie gaat dat niet. Blijf oppervlakkig. Net was in die bus de laatste keer dat ik meeging met het uitstapje. Nou, hoe ver ben je met hem? Linda, het is geen trui. Oké, ik ga maar eens. Alles wat ik zeg... Linda, ik was een beetje zenuwachtig. Om het je te zeggen, bedoel ik. Nou, wist het. En veel plezier vrijdag. Ik bel je nog, begin volgende week. Ze heeft me niet eens gekust toen ze wegging. Tje. Vanavond weet iedereen het. Ze heeft de groente ook nog vergeten, maar doet wel in het diepvries. Wat zal ik aandoen?
Iets gewoons. Die blauwe blouse met de grijze broek. En dan, ja, mijn zwarte schoentjes erbij. Ah, kijk wel. Iets gewoons. Vooral niet opdutten. Weet ik allemaal wel, Rabouchin. Maar het wordt me te link. Weet je wat voor boete ik kan krijgen? Maar ik heb alle tijd goed gewerkt. Klagen. Ik blijf het niet uitleggen. Het mag niet meer. Nieuwe wet. Ze pakken me. Jij hoeft die boete niet te betalen. Jij wordt er gewoon uitgegooid. Terug naar af. Dus volgende maand? Als deze klus af is, eind van de maand, dan moet je voetsie zijn. Ik heb toch gekeken of er niet hier of daar wat te muizelen valt. Poetsie, muizel, ik begrijp niet. Ja, laten we het niet verder overhouden. Bij mij kan het in elk geval niet langer. Ik heb nog een zwager, die doet wat burgerklussen. Misschien kan die af en toe iemand gebruiken. Dat wil ik. Als ik je kan matsen, Rabouchin, dan doe ik het. Dat weet je. Die andere illegale heb ik de vorige maand al uitgegooid. Waarom probeer je niet gewoon als gastarbeider hier binnen te komen? Wachtlijst, komen die aan de beurt? Reken nergens op. Maar er is een kansje. Kijk eens hoe hoog het gras staat. Ja. Oh, je kan wel zien dat ik in tijden geweest ben. Heb jij machine? Wat voor machine? Voor het gras, doe het even. Oh, een maaier. Ja, maar dat is zo ouderwets, met de hand. Ja, maar doe het even. Oh, dat heb ik toch heel haast, joh. Ik heb je niet meegenomen voor het kluswerk. Ja, stad is eigenlijk niet goed voor mij, hè, hier mooi. Maar in de stad is geld. En op land blijf arm. Ja, we gaan eerst even naar binnen en laat ik je alles zien. Kom mee. Hoe heet het deze in het Nederlands? Oh, dat zijn zonnebloemen. Mooi, hè? Maar die worden nog groter, hoor. Zonnebloemen? Zonnebloemen, ja. Ah, ja. 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 Zonnetje. Ja. Kijk eens, en hier? Zonnebloemen. Hier, de rozen. Rozen. Ah, zie je wel. Die heeft hij hier allemaal aangelegd. Dat is mooi. Heeft dus een keer meegedaan met kampioenschappen. Elk jaar zijn er kampioenschappen van de tuin, hè? Toen is die tweede geworden. Met deze rozen. Ja. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Nou. En dan hier. Is dan ons huisje. Oh, wat ruikt het hier muf. De deur open? Nee, ach, we gaan de ramen met elkaar openzetten. Zo. Nee. Oeh. Oh, is mooie kamer. Ja, hè? Ja, mooi. Hebben we samen getimmerd. En nou, daarna ook samen banen. Hier hebben we nog een slaapkamertje. Ja. Als we overbleven, zo. Ja, ja ik. Ik begrijp. Is het moeilijk, hè? Jij denkt aan vroeger. Een man. Ja, je moet maar even niet op me letten. Ik ben zo gek, mensen. Ik zie het nog helemaal voor me. Als het mooi weer was, hè, dan hadden we die stoelen op het terrasje staan daar. En dan zaten we tot 10 uur 's avonds buiten. We hadden onze eigen lijsten. Dan weet ik net of je op vakantie was. Ik kon geen end dan. Ja, ik begrijp het. En we hadden van alles. We hadden groenten en we hadden aardbeien. Ja. Papa had ook een tuin, een kleine tuin, achter de boerderij, maar bijna geen tijd. S'morgens 4 uur, hij was in de tuin, het was de tweede boerderij. Tweede. Ja. Tweede, de eerste was kwijt. Ah, ja. Hoezo kwijt? Kwijt als aarde maken. Oh, aardbeving. Aardbeving? Ja? Ja, aardbeving. Ja, en wij woonden al 12 jaar in de boerderij. Mama
Leefde nog. Winter. Oh, heel erg koud. Sneeuwkoud. Plotseling aarde. Bom, bom, bom. Ja, aardbeving. Aardbeving, ja. Ja. En aarde. Hij was kwaad. Hij was heel erg kwaad. Overal boerderijen kapot. En wij stonden buiten. Ik was nog een kind. Ik zag hoe boerderijen zakken. Alles kapot. Papa halen, mama halen, iedereen halen, allemaal halen. Boerman was dood. Koeien uit de stal gehaald, 6 koeien. Een paard ook buiten. Stond ook bij het eerste paard. Doden, oh, veel doden, koud. En toen konden jullie weer helemaal opnieuw beginnen? Ja, weer van de, van voor aan. Hard werken. Heel hard werken. Ja. Maar wij dachten, hoe harder, hoe eerder weer goed. Ja, vanzelf. Maar dat ging niet. Nee. Bij de arme zusters naar start te studeren. Ik wil laat naar start en toen naar het buitenland. Ja. Ik ga koffie voor je zetten, hè? Ja. Ruikt het nog, muf? Muf? Wat is muf? Wat is muf? Muf. Muf is gewoon muf. Hoe moet je dat nou uitleggen, schat? Muf is als het niet lekker ruikt, hè? Als je de boel te lang dicht gehad hebt. Jij zegt, schat, tegen mij? Oh ja, zei ik dat? Ben. Dat ging vanzelf. Ben ik jou, schat? Als je dat nou nog niet weet, dan weet je het nooit. Kus. Tja, ga maar gras maaien, malle. Je maakt me helemaal verlegen. Moet je zien, je bloos ervan. Nee, eerst kus. Aan het schijngras. Ja. Hier dan. Ik roep je direct, ja. Waar is grasding? Oh ja, in het hok. Grasding, zo, je zei de waaier. Wacht maar. Waaier? Zal ik je laten zien? Ja, kom maar mee. Hier. Ja. Ja, de waaier. Kijk, halte! Ik zeg, wanneer zou ik nou weer eens komen? Ja, ik heb het steeds maar uitgesteld. Waar heb je tegenwoordig een tuinman op nacht? Oh, nee, dat is een kennis. Die is bij ons in de straat komen wonen. Ja, die komt ze tegenwoordig overal tegen. Waar woont die? Oh, een paar huizen verderop. Ja, ach, we kwamen zo eens aan de praat. Hij komt ook van buiten. Wou wel weer eens een beetje gas zien. Hij werkt op kantoor, hè? Ja, dat hoor je niet vaak. Ja, op de postkamer. Hij heeft vroeger ook nog gestudeerd. Kan hij een beetje praten? Maar wat dacht jij dan? Turk zeker, hè? Nee, Joegoslaaf. Getrouwd. Oh, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar ze zijn allemaal getrouwd. En ze proberen het hier uit op jonge meisjes en weduwen. Het zijn mijn zaken niet. Maar ik zou het toch maar een beetje uitkijken als ik jou was. Uitkijken? Waarvoor dan? Nou, ze zijn heet hoor, die knapen. Komt van die knoflook en die uien, hè. Elke dag uien, daar word je hitsig van. En dan het temperament erbij opgeteld. Die Italianen, die mogen toch ook alle dagen. Mijn zuster, de dochter, heeft toch ook zo'n tuinkabouter getrouwd? Nou, het is een gewichter in dat huishouden. Het is bloed, hè? Het is anders wel een goede tegelzetter, maar een echt haantje, hè? Beetje slaapkamerogen opzetten als die een vrouw ziet. Je kent het wel. Oh, ik ga weer eens, want ik heb er een warmer op staan. Ik ben koffie aan het zetten. Nee, niet voor mij. Ik heb al 5 bakken op. Hij is anders wel vrijdag, hè? Kijk hem eens lopen. Ja, mag ik de postkamer van u? Goedemorgen met mevrouw van Zwaag. Werkt bij u meneer Zaburin, een Joegoslaaf? Oh, helemaal geen buitenlanders. Ook niet als schoonmakers misschien? Oh ja, ik had opgekregen dat hij bij u op de postkamer werkte, ja. Oh, ik begrijp het, ja. En daar werken allemaal Nederlandse vrouwen als schoonmaaksters. Nou, dan moet het een vergissing zijn. Dank u voor de moeite, meneer. Zie je wel.
Hij bedondert er gewoon. Ik wist het, hè? Ik wist het. Ik voelde het gelijk. Deugd niet. God, als ik moeder snap. Dat mens is helemaal in de war. Daar komt het van. Nog steeds van papa. En daar profiteer ik er ook al van. Ik bel er gelijk op. Nee. Ik speel het anders. Ja, nee, je moet de Spanen langer in het water houden. Spanen? Ja, die dingen, die stukken die je beet hebt. Zo. Ja, goed. Ja. En dan onder water drukken. Ja? Ja. Ja. Daarheen? Oh, ik vind het overal mooi. Laten we maar een beetje de kant van de riet uitgaan. Ja. Gaan we daar een beetje liggen met bootje. Ik wil straks een foto van je maken. Fijn zo. Ja. Goed hoor. Heerlijk samen met jou hier. Geen mensje. Kon je zomaar vrij krijgen op dat kantoor? Snieperdag. Daarheen? Hoeveel snipperdagen heb jij dan wel niet? Nou, ik heb geen vakantie genomen, alleen maar snipperdag. Stil hier, hè? Je ziet geen mens. Zal ik mijn blouseje uitdoen, dan word ik misschien ook nog een beetje bruin. Neem ik een foto van jou, goed? Kijk, hè, ik moet steeds maar denken aan wat Linda tegen me heeft gezegd. Ja, dokter heeft leven en jij hebt leven. Ja, tuurlijk. Zo. Hier blijven, hè? Ja. Zo. Nou, glaasje wijn. Oh ja, maar ik maar een beetje hoor. Ik ben zo met teut en dan flap ik er van alles uit. Flap uit? Jij? Ja, ik bedoel, uitflappen, dan zeg je gewoon alles wat je denkt, hè? Ja, en dat mag niet dan. Nou, ja, daar weet ik geen antwoord op hoor. Zo. Hey. Hollandse mensen kijken heel goed, maar niks zeggen. Hè? We waren ze in kop. Ja, in hun hoofd. Hoofd. Oh, dat is genoeg hoor. Voor mij. Ik moet niet meer. Nee, maar het is een hele mooie wijn Joegoslavië. Hè? Ja? Ik drink op mijn schat Inge. Pannenvrouw. Ja, dankjewel, lieverd. André, meende je dat nou, wat je zei? Wat? Daarnet. Wat dan? Dat je me nog mooi vindt. Ik alleen zeggen wat ik meen. En jij gelooft niet. Jij denkt, André wil Inge voor slapen. En verder niks. Maar André hebben gezin in Joegoslavië. Hij heeft vrouw en kinderen. Kinderen bijslag naar vrouw. Maar André heeft niemand. Natuurlijk, dat weet ik toch, Malle. Maar je hebt mij nou toch. Ik ben zo aan je gehecht geraakt. Het lijkt wel alsof we elkaar al maanden kennen. Jij? Jij gaat mee naar Joegoslavië. En ik wil alles zien. Niet de toeristenplaatsen, maar familie in Bergen. Toch? Ja.
zuster van mama woont in België. Ze vraagt elke jaar wanneer komt André. Later, zeg ik, later. Is het mooi daar in Bergen? Echt waar, het mooiste land van de wereld. Oh. Dat lijkt me. Lijkt me heerlijk met jou mee. Ja. Zo. Kom maar, ja? dit is mijn laatste glas hoor. Ja. Twee glazen is mijn tax. Kom maar. Ja. Ik doe mijn blouse uit. En dan ga ik een mooie foto van jou maken. Ik harken me. Nee. Je zit toch prima zo? Nee. En nou, André, naar mij kijken, hè? Zo. Ja? Ja. Zo? Ja, kijken. Hier? Ja, hierheen kijken. Ja. Lieve Maria, ik heb slecht en ik heb goed nieuws. Eerst het slechte nieuws maar. De politie hier jaagt op de illegale gastarbeiders. Er is een nieuwe wet gekomen en iedereen die bij een baas als illegaal werkte, moet het land uit. Mijn baas wil me geen werk meer geven. Sinds een week werk ik 's nachts in het slachthuis. Darmenverwerking. Al was ik me 3-4 keer 's morgens, toch blijf je het ruiken. In mijn pensioen zijn 3 Marokkanen vertrokken. De pensioenhouder heeft gezegd dat ik ook weg moet. Woon hier nu precies 6 maanden. Nog nooit heeft een oud bed zoveel geld opgebracht. Maar nu het goede nieuws. Ik heb een vrouw ontmoet in de stad. Een hele lieve vrouw. Zij heeft haar man verloren en is net zo eenzaam als ik. We zijn heel veel samen en vinden elkaar erg aardig. Ik maak haar weer aan het lachen. We zijn naar haar tuin geweest buiten de stad. Ze heeft daar ook een klein huisje. We hebben een boottocht gemaakt. Ik heb haar nog niet durven zeggen dat ik illegaal ben. Ik schaam me ervoor. En ik weet niet waarom, want de bazen hebben genoeg aan mij verdiend. Ik heb overal hard gewerkt. Soms werk ik ook op zaterdag en zondag, omdat de baas dat vroeg. Nu krijg je een schop onder je kont en kun je vertrekken. Ook in het pensioen is het allemaal even harteloos en treurig. Mijn muziek mag ik niet spelen. Van tekenen en schilderen komt helemaal niets. Ik verlang ernaar om met jou en de anderen op je veranda te zitten en een glas wijn te drinken. Hoeveel flessen heb je nog voor onze wijngaard? Bewaar er alsjeblieft een paar voor als ik thuis kom. Misschien neem ik de vrouw wel mee. Mijn lief zustertje, tot betere tijden. Je André. Dan wacht ik wel tot hij komt. Ik weet niet eens of hij wel komt. En net zeg je dat hij zo wel hier zal zijn. Ja, begrijp je het, waar jij je zo druk over maakt? Omdat hij je in de maling neemt, ma. Hij heeft daar nooit gewerkt op dat kantoor. En ik ben bij zijn pensioen geweest en daar heeft die man verteld dat hij illegaal is. Jij kan daar nog de grootst mogelijke last mee krijgen, weet je dat? Ik zou niet weten waarom. Ik heb je nog nooit zo meegemaakt. Trouwens, jij lijkt wel helemaal, hoe zou ik het zeggen, die jurk? Ja. Jij bent een rot meid, weet je. Maar, begrijp nou een beetje. Wij hebben er avonden over zitten praten thuis. Jij bent gewoon even je verstand kwijt. Dat wil ik je helpen, ma. Oh, daar is die. En jouw hoedje naar buiten, hoor. Heeft hij een sleutel? Ja, is dat zo gek? Heb je nou speciaal moeten laten maken? Want ik heb je reserve sleutel. Dag Inge. Dag Linda. Dat heb je goed onthouden. Dag, André. Moet je horen, Ik moet even met je praten. Ja, mijn moeder wil je wat zeggen. Ja, over dat werk, André. Dat is natuurlijk niet waar, hè, van die postkamer. Julie, jij dochter, jij hebt gevraagd? Ja, en dat is toch wel goed, hè? Jij hebt mijn moeder volgelogen.
Gelogen, jij! André, hoor eens, daar werk je niet meer, hè? Hij heeft er nooit gewerkt. Mijn man en ik zijn bij een pension geweest. We weten alles. Waarom doen jullie dat? Nou, Linda denkt dat ik niet meer voor mezelf kan zorgen. Ik heb ander werk, ja. Alsjeblieft. Je hoort het zelf. En zo goed als hij dat ligt, zo kan hij ook... Ben jij getrouwd? Jij? Joegoslavië? Vrouw? Kinderen? Wat is dat voor een vraag? Lijkt wel politie. Ik heb alle tijd gewerkt. Jij bent illegaal. Ja. We moeten niet in de maling nemen met je postkamer. Wat is maling? Hier, gek. Gek voor de gek. Ik hou er niet voor de gek. Nee. Ik ben niet voor de gek. Ga jij nou weg, Lin? Doe een rol en laat André en ik dat nou samen uitpraten. Alsjeblieft. Jij maakt mijn moeder helemaal rond de botel. Ik stap op. Geef je dan even een belletje straks? Ja, ik kijk wel. Dag, ma. Ze is kwaad. Ja. Ik moet even roken. Ja. Roken jij? Ah, oké, jij niet meer. Huh? Maar ik heb een levenstrek. Waarom dokter boos? Wat heb ik gedaan? Zo heb ik er nog nooit meegemaakt. Ik, madame. Ik werk op de darmfabriek. Darmfabriek? Ja, wat waar. Niemand wil André hebben. André moet ook weg uit pensioen. Problemen, ja. Weet je wat je doet, schat? Jij gaat naar het tuinhuisje, zo lang. Ik wil je niet kwijt, André. Hoor je me? Ja, ik hoor. Maar dochter boos, jij verdrietig problemen. Wat ze fijn hebben samen. Weet je nog, in het visrestaurant, dat je vriend uit Belgrado binnenstapte. Dat we z'n allen naar het strand zijn gegaan, midden in de nacht. Die rotmeid. Ja, ze kan het wel goed bedoelen, maar ze heeft helemaal geen weten omdat het tussen jou en mij is. Ik moet de volgende week uit pension. Nou, dan ga je er maar rapido vandaan, hoor. Hé, moet je mij nou horen? Ik hou ook al buitenlands praten. Je gaat naar het tuinhuisje. En hoe staat het nou met je werk? Ja, Bas kan mij zo wegdoen. Rot Bas. Arme Bas. Dat is heel smerig werk, hè? Ja, je bent een vreemdeling. Ik ben niks vreemdeling. Ik heb hier al jaren gewerkt. Overal heb ik dat gewerkt. Weet ik toch. Ik ben niks vreemdeling. Weet ik. En als het aan mij ligt, dan trek je vanavond nog bij mij in. Maar we moeten toch voorzichtig zijn. Ja. Weet je, jij moet in elk geval vanavond nog vertrekken naar ons tuinhuisje. Ik doe het in haar eigen belang, dat begrijpt u toch zeker wel. Hoe lang is meneer hier al? Ja, precies weet ik het niet. Maar volgens mijn moeder toch wel een paar jaar. Joegoslaaf? Ja. En ik weet precies in welk pension die zit. Raadmolenstraat 12. Dat kennen we. En anders, als hij daar niet is, dan zit hij bij haar. Hij moet er echt weg hoor, meneer. Hij maakt er helemaal stapel gek. Schrikt de hele dag door Valium. Bovendien... Al die illegale. Goed, mevrouw, bedankt voor de tip. We gaan eens kijken. En als hij daar niet is, ik bedoel bij mijn moeder thuis, dan is hij naar het tuinhuis. Dat is complex wel tevreden. Zo gek heeft hij er vast nog wel gekregen. Mogen we u bedanken? Ja, en meneer, nog een verzoek. U moet mijn naam niet noemen, hoor. Ik doe het alleen voor de bestwil. Het lijkt wel of ze het hoogte kwijt is. Terwijl ze op de hal een hele keurige, leuke groenteboek krijgen. Ja, mevrouw, de wereld steeds vreemd in elkaar. We gaan er eens achteraan. Bedankt. Ja, dag meneer.
kom jij hier doen? Oh, ik dacht ik ben toch in de buurt. Even bij de langs. Het is niet druk, hè? Nee, de grootste drukte is al geweest. Hoeveel koffie schenk je nou uit op zo'n ochtend? Zeg, van waar die plotselinge belangstelling? 2 jaar werk ik hier in het koffiehuis en dit is de eerste keer dat ik je zie verschijnen. Ja, omdat jij helemaal niet meer hebt gebeld. Ja. Ik heb de pest in. Op jou, Linda. Hoe is het met André? Andrei. Andrei? Goed hoor. Wat hebben jullie nou afgesproken? Hoezo afgesproken? Nou, hoe het nou verder moet en zo? Oh, misschien gaat hij wat terug naar Belgrado. Oh ja? Ja, en ik ga met hem mee. Op vakantie. Nou ja! Je wordt daar dood op gelukkig. Ik heb je wel een kaartje. Ik ga weer eens verder. Er zitten een paar klantjes op me te wachten. Paspoort. Moet u mijn paspoort zien? Vannacht gewerkt zeker, hè? Waar? Ja, ik heb er niet gewerkt. Ik heb vakantie. Oh, jij bent hier met vakantie. Ik ben hier op vakantie. Laat me even je paspoort zien, gewoon. Ja, paspoort. Hier. Alsjeblieft. Mooi. En nou, waar gaan we even gezellig een babbeltje maken op het bureau? Ja, waarom bureau? Daar werk ik. Formulieren. Je bent illegaal. Dat kan niet meer, we hebben te veel jongens. Ik heb altijd hard gewerkt, meneer, elke dag. Mag ik telefoneren naar vriendin? Natuurlijk, op het bureau. Dat klopt, ja. Die is hier. Althans, in het gebouw. Maakt u zich nou niet zo te sappen, mevrouwtje. Het komt allemaal keurig voor elkaar met die verloofde van u. Ik neem u niet in de maling, mevrouw, dat ligt niet in mijn aard. Nee, dat is uitgesloten. Dan dacht u dat wij het leuk vonden, al die romslomp. Dag, mevrouw. Snap je zo'n mens nou? Nee, mevrouw. Ik weet niet eens of het nog is. Meestal gaan ze er meteen uit, hè. Paspoort. Maar hoe dan? Vliegtuig of trein. Oh. Maar u kan toch wel even vragen. Kijk, ik heb hier nog wat spulletjes en een pakje heb ik nog voor hem. Hoe heet die? Razobin. Andrei Razobin. Ja, meneer Van der Poort. Ik heb hier iemand met wat spulletjes voor Rabuzin. Razobin. En ik heb ook nog zijn regenjas. Vraagt u erover of ik alsjeblieft nog even mag spreken? Ja, die mevrouw hier die wil hem nog even zien. Ja. Nee, dat begrijp ik, meneer Van der Poort. Ja, ik heb mijn best gedaan, mevrouw. Dan gaat u nou maar rustig naar huis. Meneer Van der Poort zal u nog bellen wanneer hij definitief op land gaat. Maar kan ik hem dan niet ontmoeten op het station of zo? Ik weet het niet. Dat is mijn pakje dan niet. Ja. Hij was hier illegaal, hè? Vreemdeling. Krijgt hij die spulletjes wel? Er zit ook een brief bij. Komt best goed, hoor. Lieve André, toen ik hoorde dat ze je hadden opgehaald, werd ik er helemaal bevig van. Volgens mij zit Linda erachter.
Ze is in staat om de vreemdelingenpolitie te bellen. Lieverd, hoe moet het nou verder met ons? Schrijf me alsjeblieft. Ik smeek het je. Misschien kun je me bellen vanuit Duitsland. Dan kom ik naar je toe. Hierbij doe ik ook de foto die je van me maakte. Toen we een dagje uit roeien waren. Weet je nog? Toen we samen die fles wijn leeg dronken. Ik had het zo fijn met je, lieve schat. Ik loop de hele dag in huis te janken en weet niet waar ik het zoeken moet. Laat me alsjeblieft gauw iets horen. Ik wacht op je en omhels je. Je ding. Zitten. Ja, ja. Toch weer, hè? Nou. Ja, wij zijn van armoe maar weer weggegaan uit ons strandhuisje. Ja, mijn man zit ook, dan kan je beter thuis zitten. Dus ik denk, ik ga eerst even lekker wassen. Ga je alles goed? Ja. Veel te wassen? Vooral graag, hè. Je ziet er anders een beetje afgesloopt uit. Dus ik denk, ik ga vanmorgen even naar de wasseret, is niet zo druk. Dus 's middags hoef je niet te komen. Zit de hele rij vol. Heb je die Turk nog wel eens gezien? Welke Turk? Ja, die van die lakens. Die jou zo gedienstig hielp met het opvouwen, weet je wel. Waar is een Joegoslaaf? Oh, nou ja, dat is voor mij allemaal hetzelfde hoor. Maar heb je hem nog wel eens gezien hier? Ik ben de hele tijd niet geweest. Nee. Ach, ze komen en ze gaan, hè. Het zijn net kraaien, die vangen ook altijd wat onderweg. En dan had ik gedacht dat jij gewoon samen met ons meegaat. Kom je ook weer eens andere mensen tegen. Zo rijreis, zo gezellig. Noorse buffetten. Nou, dat wordt dus lekker kamer, hè? Zeg nou eens wat. Ik kijk wel. Je kijkt wel? Is dat het enige? Ik ben er niet blij dat wij dat bedacht hebben. Hoe gaat het op de Halle? Zie je Frans nog wel eens? Een aardige man. Luister eens, Linda. Ik had liever dat je niet meer kwam. Niet meer kwam? Ja, dat is beter. Ik heb verdriet om wat jij hebt gedaan. En daarom wil ik dat je... dat je voorlopig niet meer komt. Zeker om al die dingen. Zie hem nog wel eens. Jij weet heel goed dat ik hem niet meer zie. Dat weet jij heel goed. Niet meer komen dus. Begrijp je? Dag Linda. In De Vreemdeling, een spel van Dick Walda, werd Inge gespeeld door Willy Bril. Haar dochter Linda door Gerry Mantel. André was Hans Vierman. Frans werd gespeeld door Piet Hendricks. Rechercheur van der Poort door Hans Karstenbarg. Een koppelbaars door Jan Borkers. Een vrouw in de wasseret door Maria Linders. Een vrouw op de volkstuin door Eva Jansen. De portier door Kees van Ooyen. De regie had Ad Leupler.